Ik sta hier aan de Zevenheuvelenweg samen met Johan Tiesnitz. Tiesnitz, dat klopt. Een Poolse naam, zei je bij ons vorige gesprek. Dat is helaas niet waar. Nee? Nee. Want? Ja, origine wel. Pools-Wit-Russisch. Oké. Maar we zijn denk ik in 1850 richting Friesland vertrokken. Oké. En ik ben weer de eerste teller die richting het zuiden is gaan afgezakken. Ja. In dit prachtige landschap. Ja. Ja, en waarom staan we hier? Wel, op 26 mei aanstaande wordt hier voor het eerst iets heel bijzonders gehouden. Namelijk zeven voor... Leven, jazeker. Ja. 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 We kennen allemaal wel Alpe d'Huez in Frankrijk. Berg op, duizenden Nederlanders fietsen op en neer. Maar Johan, jij zit bij de organisatie die iets unieks hier in Nederland gaat organiseren. Vertel eens, wat houdt 7 voor Leven in? Nou, zoals je net zei, 7 voor Leven lijkt een beetje op Alpe d'Huez. Als je het heel kernachtig wil uitleggen, is het eigenlijk het Nederlandse broertje van Alpe d'Huez. Okay. Wat we hier gaan doen, is dat wij zoveel mogelijk geld gaan ophalen voor het goede doel. Het goede doel is kanker eerder zien. Mm-hmm. Hè, dus niet algemeen kanker, maar kanker eerder zien. Ja, je bent heel vlot met praten, maar ik wil toch eventjes terug naar het begin. Hoe is dat initiatief ontstaan? Ben Wijnhoven, dat is de eigenaar van de Wolfsberg. Die heeft in het verleden de regenbooggalen altijd gehouden. En altijd heel veel geld opgehaald voor het goede doel. Mm-hmm. Hij zag dat een klein beetje afdalen. En toen heeft hij gedacht van jongens, dan moet er eigenlijk een nieuw format voorkomen. Ja. Nou, en vervolgens heeft hij gedacht, 7 voor leven. Mm-hmm. Hè, we moeten gewoon gaan fietsen voor het goede doel. Ja. En geen gala meer, maar gaan fietsen. Okay. En, jij kende hem al? Nee, dat is ook weer een grappig bijeenkomst. Johannes van de Bent, van de Duivelsberg, die kende mij via een ander netwerk. Mm-hmm. En hij dacht, Ben Wijnhoven heeft een idee. En die Tiesnitz, die kan het misschien wel uitvoeren. Okay. Dus die heeft ons aan een tafel gezet. Dat was al 1,5 jaar geleden. Mm-hmm. En dat vond ik zo'n fantastisch idee. Ja. Dat ik tegen Ben heb gezegd, Ben, dat gaan we gewoon doen. Ja. En als je op jullie site kijkt, 7voorleven.nl, dan zie je dat het een gigantische organisatie is. Hè? Dat klopt. Ja. Ja. Het eerste initiatief is ook 1,5 jaar geleden geweest. Mm-hmm. Ik denk dat we nu een jaar geleden al met de organisatie zijn begonnen. We wilden als organisatie de eerste keer het gewoon heel goed neerzetten. Mm-hmm. Als je weet dat Alpe d'Huez de eerste keer 6 deelnemers had, de tweede keer 66. Wij zitten nu al op 250 deelnemers voor de eerste keer. Dus ik denk dat we in dat opzicht wel geslaagd zijn in het de eerste keer gewoon heel goed neer willen zetten. Ja. We staan dus hier aan de Zevenheuvelenweg. Hè? Yes. De route, kun je die eens in het kort omschrijven? Ja, de route loopt eigenlijk tussen Groesbeek en Beek. We gaan vanaf Nederrijkswald, daar is de startplek. Gaan we hier naar beneden de Zevenheuvelenweg op. Gaan we Groesbeek gaan we hierin. In het centrum van Groesbeek gaan we de poststraat op, dwars door het centrum. Dus daar wordt ook één groot feest georganiseerd. Daar gaan we weer terug. Komen we eigenlijk dezelfde weg komen we weer terug. En dan gaan we hier bij de derde baan naar rechts. Ga je via de wielerbaan, de oude Kleefse baan omhoog. En dan hebben we nog een rondje een beetje Heldoor Beek. Ik word al moe als ik het hoor. Klopt ook. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, een rondje door Nederland, 20 kilometer, ja, dat valt toch best mee. Ja. Maar elk rondje is meer dan 300 hoogtemeters. Mm-hmm. En als je dat 7 keer moet doen, ja, dan heb je dus meer dan 2000 hoogtemeters te pakken. Mm-hmm. En dat vinden mensen toch best pittig. Ja. We hebben al mensen gehad die uit het westen hier kwamen en zeiden, jongens, we trappen die heuvels even plat. Ja. Maar bij het derde rondje zeiden ze, toch even doortrainen. Ja. Dus, als ik bedenk, qua organisatie, dan fietst men hier over de Zevenheuvelenweg door Groesbeek heen. Worden de wegen dan afgesloten? Voor de fietsen wordt alles afgezet. Mm-hmm. Ja. Dus daar hebben we ook een heel verkeersplan voor moeten maken. Dus dat hebben we met onze partner Loendersloot kunnen doen. En de Vermeulengroep, die zal fysiek alles gaan afzetten. Dus met pionnen, barriers. En we zullen in totaal 60 verkeersregelaars hebben. Waarbij we de verkeersveiligheid zowel voor de fietsers als voor de automobilisten kunnen garanderen. Ja. Je zegt zoveel vrijwilligers, maar die moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Hè? Want bijvoorbeeld de start is heel vroeg, heb ik gelezen. Ja, klopt. Ja. Je moet wel een beetje vroege vogel zijn, dat klopt. Ja. Maar wij werken ook samen met Wrinkleworks. Dat is ook een van onze partners. En die hebben heel veel ervaring. Die hebben hier in het verleden, in 2016, hebben zij de Giro ook georganiseerd. Okay. Met alle vrijwilligers erbij. Mm-hmm. Daarmee hebben we ook een fantastische partner. Mm-hmm. Dus daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel zorg om. Nee.
Kijk, het is ook heel belangrijk dat je bijvoorbeeld bewoners, ondernemers goed informeert. Met name ook ondernemers, hè, dat je die bereikbaar houdt. Ik ben zelf ondernemer hier lokaal, hè, dus ik weet hoe belangrijk dat is. En niet alleen voor de fietsers moet je het goed voor elkaar hebben, hè, maar ook de mensen die in principe de overlast hebben. Ja. Omdat we dit in principe ook voor de komende jaren willen gaan doen, moet je zorgen voor draagvlak. En daar zijn we druk mee bezig. Mm-hmm. En als je dan op de site kijkt, hè, dan zie je ook fotootjes van deelnemers met bedragen die ze sponsoren. Hoe werkt dat? Eigenlijk is het heel simpel. Als je heel graag mee wil doen, en het maakt niet uit of je nou met de mountainbike komt, met je oma fiets of met de elektrische fiets. Iedereen dat mag ook, een elektrische fiets. Jazeker. Ja. Okay. Ik daag iedereen uit die 7 rondjes met 1 acculading volhoudt. Okay. Dus het blijft een uitdaging. Ja. Maar iedereen is welkom. Je mag ook met je bakfiets komen. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het erom, ook al rijd je maar 1 rondje. De uitdaging is om 7 rondjes te doen. Mm-hmm. Maar als je maar 1 kan. Ja. Er zijn ook mensen die hebben niet zo'n goede conditie. Mm-hmm. Of die hebben niet zo'n hele mooie fiets. Mm-hmm. Met andere woorden, iedereen is welkom. Uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk geld ophalen. Ik zie al een heel spektakel vormen met al die verschillende soorten fietsen. Dat een bakfiets, elektrische fiets, een racefiets, een mountainbike. Er kwamen net hier een paar voorbij achter jou. Randgebeuren, moet ik ineens spontaan aan denken. Als het een heel spektakel wordt, wordt er ook veel omheen georganiseerd? Jazeker. We hebben een hele serie aan site events. Dat begint de zaterdag al. We hebben een waken, een bezinningsavond in de Grote Kerk in Beek. Daar komen artiesten, daar komen mensen die een lezing geven. Hè. We hebben een samenwerkingsverband met het Radboud UMC. Hè. Dus daar komt bijvoorbeeld iemand vertellen over kanker eerder zien. Wat betekent dat nou? Mm-hmm. Hoeveel eerder kunnen we dat zien en wat voor impact heeft dat op mensen? Mm-hmm. Maar we zijn ook met bijvoorbeeld bekende wielrenners bezig die hun verhaal vertellen over hun uitdaging. Mm-hmm. En uiteraard met muziek. En dat is voor iedereen toegankelijk? Uiteindelijk is dat voor iedereen toegankelijk. Hè. De deelnemers uiteraard hebben voorrang, mm-hmm. hè, maar iedereen... Ik zou ook willen zeggen, uit heel Bergendal, zaterdag 25 mei, kom naar de Grote Bartholomeuskerk in Beek. Vanaf 7:30 hebben we een fantastisch programma. En de zondag zelf dan? En de zondag zelf hebben we 2 grote evenementen, zowel in Beek als in Groesbeek, in de centra. Mm-hmm. Daar wordt muziek, daar is een tap, gezelligheid om alle mensen aan te moedigen. Mm-hmm. Ook daar zou ik tegen alle mensen in Groesbeek, Beek, Bergendal, wie dan ook, als jullie ze mensen willen sponsoren, willen aanmoedigen... Kom 26 mei naar het centrum en moedig die mensen aan. Ze hebben het nodig. Je bent wel heel enthousiast, hè? Sorry. Nee, helemaal niet. Maar ja, ik zou ook het woord betrokkenheid kunnen gebruiken. Wat is de betrokkenheid? Ja, een rare vraag, maar wat is de betrokkenheid met kanker bij jou? Persoonlijk, godzijdank, heb ik geen direct betrokkenen die overleden zijn aan mm-hmm. kanker. Mm-hmm. Ik heb nu wel heel veel mensen gezien. Afgelopen vrijdag hadden we nog een begrafenis. Van een moeder, waarbij de zoon, bij mijn zoon in het voetbalelftal, dat heeft toch wel impact hoor. Ja. Als je ziet wat dat met mensen doet, nogmaals zelf in mijn directe omgeving niet. Mm. Maar mijn persoonlijk motto is ook, committeer je aan iets groter dan jezelf. Hè. We zitten in een vrij individualistische maatschappij. Ja. En ik vind gewoon, jongens, als je iets kan bijdragen wat meer is dan jezelf... Doe dat gewoon. Ja. Hoe klein ook. Mm-hmm. Ik vind dit een fantastisch doel. Ja. En ik zet me daar met hart en ziel voor in. Ja. Op de site zie je ook dat Sunweb een partner van jullie is. Hè? Toen ik dat las, dacht ik van, zou Tom ook komen fietsen? Die heeft op die dag toevallig iets belangrijkers. Okay. Dat is namelijk de finale dag van de Giro. Oké. Okay. Dus we hebben grote beeldschermen op het evenemententerrein. Waarbij je dus ook live Tom kan zien. Mm-hmm. Dus Tom zal niet komen fietsen. Maar er komen wel uiteraard 7 renners van Sunweb. Okay. Komen ook op het parcours fietsen. We hebben al aangegeven. Wilco, je bent gevallen. Dat is mooi jammer voor je. Mm-hmm. Hè? Maar misschien kun je nu in Bergendal komen fietsen. Okay. Dus wie weet komt Wilco Kelderman. Ja. Hey, kunnen mensen zich nog steeds opgeven? Jazeker, ja. Ja, in principe, wij hebben geen minimumbedrag aan sponsorgeld. Mm-hmm. Dus theoretisch zou je je tot de laatste dag kunnen inschrijven. Okay. We hebben wel een verwachtingspatroon aan mensen. Uiteindelijk is ons doel zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Ja. Dus we hebben wel een verwachting dat we zeggen van mensen, als jullie proberen 7 keer dat rondje te fietsen, dan moet je toch 7 keer 77 euro kunnen ophalen. Ja, dus... Maar nogmaals, er is geen minimum. Nee. En dan nu de ultieme vraag natuurlijk. Hè. Tot slot, fiets je zelf mee? Dit is een eerste editie. Dus de organisatie heeft gezegd,
Zelf mee fietsen, dat zal lastig worden. Maar ik heb het rondje al heel vaak gefietst. Okay. En ik kan je vertellen, het valt vies tegen. Je moet er best wel voor trainen als je die 7 rondjes wil volmaken. Oké. Okay. Hartelijk dank. Heel veel succes die dag ook met de voorbereiding verder. Ja. En ik denk dat wij van BD1 wel op de een of andere manier weer aanwezig zullen zijn. Ik verwelkom jullie nu al van harte. Dankjewel. Dank voor het interview. Zeven voor Leven is een fietsevenement waar wij bij geld gaan ophalen voor een goed doel. Dat goede doel is kanker eerder zien. Ja, we zijn van team Moeke Spijkstra uit Blaricum. We zijn een club van ongeveer 250 leden. En we hebben even gepeild wie er vandaag aanwezig konden zijn bij dit mooie evenement. Prachtig doel. Ja, dus dat is gelukt om met een mooie groep hier te zijn. Ik ben Jelle Barends. Ik ben radioloog van het Radboud Ziekenhuis. En ik vecht tegen kanker met beelden. Het is zeer bijzonder, want als je weet waar de kanker zit, dan kan je hem loopzuiver behandelen. Dat betekent richt je alleen je pijlen, je mes, je radiotherapie, je chemotherapie richt je op de kanker. En dat betekent voor de patiënt een goede kwaliteit van leven en een hele grote kans om te overleven. Ik ben zelf kankerpatiënt geweest en ik heb het geluk gehad dat ik mocht overleven. Dan zet je leven gewoon echt op zijn kop. Je leeft heel anders, je denkt heel anders. En ik ben blij dat ik dit kan en dat ik dit mag doen. Geen woorden voor verder. Als je lekker wil fietsen, omdat je gewend bent in de polder te fietsen, in een heuveltje op te gaan, dan moet je meedoen aan 7 voor Leven, 26 mei 2019. Het is zo mooi hier om te fietsen. En het is ook nog voor goed doel, dus 26 mei 2019, fietsen 7 voor Leven. En je gaat heuvels op, heuvels af. Het is fantastisch. Zeven voor Leven staat voor toegankelijkheid, saamhorigheid en beleving. Doe mee op 26 mei.